Welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Benink en ik ben een onafhankelijk stampin'up demonstratrice op het mooie Schouwen-Duiveland. In deze video laat ik je een leuk project zien met deze gave bundel. De Geluksbrengertjes bundel. Een Nederlandse stempelset met die leuke lieve heersbeestjes en een bijpassende pons waarmee je de afbeeldingen kunt uitponsen, maar ook zeg maar gewoon los papier kunt uitponsen zonder te stempelen. En heel erg leuk. Hij is er dus in het Nederlands, maar ook natuurlijk in het Engels. En dan heet hij Hello Ladybug. Deze bundel vind je in de mini-catalogus die nog geldig is tot en met juni. Goed, we gaan een kaartje maken. En in dit geval ga ik het kaartje maken in het kader van de Stamping Society video en bloghop. En ja, ik ga je vertellen wat je allemaal nodig hebt. Je hebt dus nodig die leuke bundel, de pons. Je hebt nodig een basiskaart van Basic White Thick Cardstock. En die is 14,5 centimeter keer 21 centimeter. En dan gerild aan de lange kant op 10,5 centimeter. Mocht je nou werken in inches, dan is die 5,5 inch keer 8,5 inch gerild op 4,25 inch. Dan heb je een matje nodig van Just Jade Cardstock. En dat is 9,5 centimeter keer 13,5 centimeter. En in inches is dat 3,75 inch keer 5 inches. Dan heb je nodig een restje Basic White om op te stempelen. Je hebt nodig een restje Pattern Party Designer Series papier met de strepen erop. Je hebt nog een stukje van dat Pattern Party Designer Series papier nodig. En dat is 1,7 centimeter keer 13,2. En wanneer je dat in inches zou doen, is dat 5/8 inch keer 4/7/8 inch. En dan nog een matje van Basic White Cardstock. 7,5 keer 13,2 centimeter. Of wederom in inches, 3 inches keer 4/7/8 inch. Goed, we gaan van start. We gaan beginnen met het plakken van dit strookje cardstock. En daar gebruik ik wat multipurpose liquid glue voor. En ik plak hem een heel klein randje van de zijkant en van de onderkant. En je moet ongeveer aan de zijkant dezelfde ruimte hebben als dat je aan de boven- en onderkant hebt. Dan weet je dat je hem dicht genoeg op de rand hebt geplakt. Want er komt dus nog een matje bij. Maar dat gaan we pas later plakken. Dan leggen we dit eventjes aan de kant. Voordat ik dat doe, ga ik eventjes de vouw van mijn basiskaart aanvouwen met een vouwbeen. Zodat die mooi strak staat. En dan leggen we dit inderdaad aan de kant. Dan pak ik mijn restje cardstock en ik hou dus die Basic White mat hier. Ik pak ook eventjes een stukje extra gridpapier om wat af te stempelen. En dan start ik met de Just Jade inkt. En daar ga ik het blad mee stempelen. Ik zorg dat het goed beïnkt is. En dat blad dat ga ik stempelen op dat restje Basic White cardstock. En daar is hij dan. Vervolgens, zo, leg ik dat even apart. En pak ik het matje. Straks komt mijn blad zeg maar een beetje zo half over mijn matje heen. En wil ik dat onderuit dat blad een aantal bloemetjes komen. En dat doe ik met Polished Pink inkt. En ik gebruik eventjes mijn stempel. Ik haal hem er wel eventjes af van het blok. Gebruik ik eventjes als een soort van guideline. Ik wil hem zo hebben. En ik ga die bloemetjes een beetje zo in het rond stempelen. Dus zo komt mijn blad straks.
En ik heb ook nog een heel klein inie mini. Oh, deze even aan de kant. Inie mini stippel stempeltje. En ik ga wat hele kleine stempel of ja, puntjes stempelen met Bumblebee inkt. En dat zijn meer een soort van kleine accentjes. Om net even eentje hier wat extra ja, kleur te geven. En dan pakken we, voordat we stoppen met stempelen, een klein tekstje erbij. Veel geluk. En dat tekstje, dat ga ik hier onder in de hoek stempelen. Het is ook maar een heel klein tekstje. En dat doe ik met Memento. En ik zorg eventjes dat mijn matje mooi recht is. En onderin veel geluk. Goed. Vervolgens leggen we ook deze eventjes aan de kant. En pak ik mijn blad. En dat blad dat ga ik uitknippen. En dat doe ik met mijn papersnips. En wanneer ik knip, dan ga ik eventjes de video versnellen. En terwijl ik knip, zul je zien dat ik het papier draai en eigenlijk mijn schaar op dezelfde plek hou. En ik ben zo weer bij je terug. Zo, daar zijn we weer. Dan gaan we een en ander verder in elkaar zetten. Ik ga dit matje wat we bestempeld hebben naast het reepje designer series papier plakken. En ook dat doe ik met multipurpose liquid glue. En ik zorg weer dat aan beide kanten een klein reepje gekleurd cardstock over is. En dan schuif ik hem netjes. Dat is het voordeel van die multipurpose liquid glue. Schuif ik dat netjes aan de kant. Oh. Zo. Huppakee. Dat is één. Dan pakken we dat blad. En dat blad dat gaan we opplakken met dimensionals. Ik heb hier wat restjes. En dat is prima. Alles kan altijd op van zo'n velletje dimensionals. Het is zonde om het weg te doen. Zo. En dan plakken we dat blad op. Zo half op de mat en half op, zeg maar, designer series papier. Zo, dan zijn we nu klaar voor ons kleine bijtje. Want ja, we gaan geen lieve heersbeestje maken. We gaan een bijtje maken. En daar heb ik dus dat gestreepte pattern party papier voor. En ik heb nog een stukje vellum cardstock gepakt. En met dat vellum cardstock ga ik vleugeltjes maken. En die ga ik twee keer eruit ponzen. En het is natuurlijk geen anatomisch correcte bijtje.
Een bij heeft waarschijnlijk helemaal geen vier vleugels, maar ik wil wat meer dimensie geven. Dus vandaar dat ik hem twee keer pons. En ik ga het lijfje van het bijtje één keer ponzen. En ik ga, wanneer ik dat lijfje pons, proberen dat ik met het gezichtje, of hoe je dat ook noemt, sorry, mijn camera scheen ermee uit. Maar ik ga, het lijfje ponzen. En ik had het net over een gezichtje, maar je moet er natuurlijk een beetje voor zorgen dat je strepen, semi-recht op dat lijf zitten. En het lijfje is een beetje scheef in de pons. Dus je moet hem een beetje draaien. Om hem mooi recht te krijgen. En vervolgens heb je daar dus het lijfje geponst uit dat designpapier. En nou maken we er een bijtje van. En daarvoor heb ik hier Bumblebee viltstift en een Stampin' Writer in black. En ik ga mijn gridpapiertje pakken en ik kleur in ieder geval de antennes van dit kleine beestje zwart. Net als zijn koppie. Dus die witte streep, die kleur ik zwart met de Stampin' Write marker. En de overige strepen, ik ga er heel even nog een keer langs, zodat het mooi egaal zwart is. En dan de overige strepen, die kleur ik geel met mijn Bumblebee Write marker. Het is gewoon een reguliere viltstift, dus het is niet hetzelfde als een blend. Dus het is gewoon op waterbasis en daar kan je mee kleuren. En dan hebben we een bijenlijfje. Zo. En we hebben hier dus de vleugeltjes. En ik doe één vleugeltje. Even kijken, waar is mijn glue dots? Oh, hier. Hallo. Die ga ik opplakken met glue dots. En ik doe eigenlijk gewoon een glue dot tussen de twee vleugeltjes in. En dan plak ik hem op mijn bijtje. En dan gaat hij al een beetje zo, zeg maar, omhoog. En dan kan je er zo met je vouwbeen een beetje zo langs gaan. Datzelfde doe ik met de tweede. Dus wederom, bijtjes die hebben niet, zeg maar, dit soort vleugeltjes. Maar het gaat om het idee. Ik pak weer een glue dot. En dan plak ik hem op het lijfje. Wel er gewoon precies overheen. En dan ga ik er weer langs met mijn vouwbeen. Oh. Moet wel goed uitkijken dat je hem niet, zeg maar, scheurt. Dan krijg je een leuke dimensie. En die glue dot, die gaan we zo direct een beetje verstoppen. Met behulp van wat embellishments. En voordat we dat doen, gaan we, oh, hier is die, mijn restjes dimensional weer gebruiken om deze kleine bij op de kaart te plakken. En dan op dat blad. Zo. En nog eentje. En dan gaan we hem op het blaadje plakken. Zo.
En dan heb ik hier een aantal van die brushed metallic adhesive backed dots. Hele mond vol. En waar is mijn take your pick hier zo? Die gaan we pakken, eentje in het midden. Daarmee verdoezel ik zeg maar die, die glue dot. En dan doe ik er eentje hier aan de kant. En hier. Wederom, het is absoluut geen natuurgetrouw bijtje. Maar wel heel schattig om op die manier een beetje te helpen qua bling. Om het maar zo te zeggen. En dan last but not least gaan we deze mat op de kaart plakken. Met dimensionals. Zo. Pakken we wederom restjes voor. Zo. En ik denk ook nog wat in het midden. Oh, ik pak wel dit hele randje. Zo. Huppakee. En dan plakken we deze mat op ons kaartje. En dat brengt ons aan het einde van deze video. Ik hoop dat je het een leuk kaartje vindt. Mocht je het een leuke video en kaartje vinden, zou ik het leuk vinden als je een duimpje omhoog geeft bij deze description box van de video. Verder wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nou vragen hebben over de producten of over Stampin' Up, of wil je een bestelling plaatsen, dan kun je mij mailen op danielle@mrsbrightside.nl. Of je kan naar mijn blog gaan voor informatie en meer inspiratie. En dat is www.mrsbrightside.nl. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag, dag!